Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Schie.nu, de nieuwe omroep in Schiedam. Vanavond gaan we live de traditionele gondelvaart, onderdeel van de Brandersfeesten, voor u uitzenden. En dan ook op de camera bij Matthijs, wat gaan zeggen. Want dan weten we of het waar we gaan. Met deze? Ja, met de gasten. Ik ga geef mij ook weer zijn dat ik ga stoppen met elkaar. Ja, en ze komen eraan hoor. Ze zijn onder de Appelmarktbrug door de eerste boot. En de eerste boot dat is van de brandweer. Dat noemen ze het lichtschip, oftewel de tempomaker. Maar het eerste wat achter het lichtschip zit is in ieder geval het kinderschanticoor van de Rotterdamse scheepmaatjes. Nou, dan gaan we daar maar eens aan Ronald vragen of die al wat scheepsmaatjes ziet, Ronald. Nou, ik zie vooral jou, Fred. Nee, die scheepsmaatjes, kinderschanticoor. Oftewel het kinderbierkoor, het Shandycoor. Nee, we gaan dadelijk prachtig zingen natuurlijk hier zo aan de overkant van de havenkerk waar wij zijn. Daar zie ik in de verte in ieder geval dat eerste schip aankomen. De brandweer, Fred zei het al even, is de tempomaker. Die geeft aan dat de schepen een beetje gelijkwaardig in snelheid hier door die lange haven aan het varen zijn. Ze zijn zojuist de eerste schepen de Appelmarktbrug gepasseerd. En ze varen in de richting van de Nolet-distilleerderij. Dus daar kunnen mensen het allemaal gaan volgen. Ze zijn in aantocht. En dan zal er bij de Nolet gekeerd worden. En Fred, weet jij dat toevallig? Komen ze dan nog een keer langs of gaan ze daar aan de kade? Nee, ze hebben, vorig jaar had ik de eer om mee te varen met de boot van Craver Events. En toen zijn we helemaal naar Nolet gevaren. Daar wordt gekeerd en dan de meeste boten varen allemaal terug omdat ze hun aanlegplaats hebben hier in de haven. Dus dan komen ze nog wel terug. Meestal niet meer in volle naad met muziek, maar ze komen nog wel een keer met alle verlichting erop komen ze terug. Omdat ze hun aanlegplaatsen zijn allemaal hier in de haven. Dus vandaar dat ze bij Nolet keren en dan terug gaan. Is er dan geen gevaar voor aanvaringen? Nee, want bij het Nolet is het vrij breed. En het zijn allemaal ervaren schippers. Dus ik heb het vorig jaar gezien en dat ging allemaal goed. Zelfs het nauwe stukje bij de Unie door de brug heen, dat ging perfect. Oké. Ja, het kan niet zo zijn dat ik een aantal schippers vanmiddag al dik aan de klaren zag zitten. Nee, dat klopt. En als je nu naar buiten kijkt, zie je dat de eerste boot bij de jury voorbij vaart. Nou, dat is het lichtschip, dus die telt niet mee bij de jury. Maar het is wel een geweldig mooi gezicht als dit het begin is. We gaan zo eens even luisteren of het schip hierachter met dus de Rotterdamse scheepsmaatjes, het kinderschanticoor, of we die kinderkeeltjes een beetje gaan horen, want dat zou natuurlijk wel erg leuk zijn. Ja, dat zou zeker erg leuk zijn en het is gewoon een mooi gezicht. De mensen staan ook op de boten en het staat ook rijen en rijen dik langs de kant. En ik zie daar allemaal mensen in, wat hebben ze precies op? Ja, zeker dertig met die pet op Nick? Ja, het zijn de Rotterdamse scheepsmaatjes, hè, dus ik denk dat scheepsmaatjes moeten voorstellen. Ze hebben allemaal witte shirtjes aan en daaronder een zwemvestje, dus ze zien er wat mollig uit, maar het ziet er prachtig uit. Ja, en dan achter de scheepsmaatjes, want die zijn inmiddels al voorbij, krijgen we de eerste, krijgen we de WSV Katwijk. Dat is een boot van de watersportvereniging Katwijk en dat is een lichtschip. Dus dat houdt in, die heeft geen thema, maar die vaart puur mee voor het mooie, voor het licht. Je ziet het op tv, het is ene bak wat licht wat die erop heeft hangen. En dat is gewoon geweldig om dat te zien. Maar na deze boot, dan gaan we echt beginnen. En dat is ook voor Ronald wel leuk als hij daar buiten staat. Dan komt de scouting burgemeester van Haren en dat is de eerste echte grote themaboot. En die hebben als thema American Dinner, oftewel Amerikaans diner. Ja, dan zal Donald Trump wel met een tomaat in zijn mond aan boord liggen in zijn blote billen. We horen steeds de schepen toeteren hier zodra ze de Appelmarktbrug voorbij zijn en heel langzaam voorbij de havenkerk glijden. Het is berendruk aan de kade van de Lange Haven hier in Schiedam tijdens deze Brandersfeesten. Jury aan de overkant zitten nauwkeurig te kijken hoe de schepen versierd zijn en hoe de mensen aan boord van de schepen zijn uitgedost. Op dit moment zie ik een jacht voorbij komen met heel veel lichtjes. Lichtslangen zijn sowieso volgens mij in heel Schiedam uitverkocht, want overal hier in de binnenstad zie je ze. Het geeft bijna een soort kerstsfeer. En die toeters die doen het goed hier zo tussen de oude grachtenpanden. De echo's en het klinkt allemaal
imposant natuurlijk hier, het Zwart Nazareth. De lange haven met de nieuwe kaders en de vele mensen die hier aan boord van de jachtjes die hier zijn afgemeerd gadeslaan wat er allemaal voorbij komt. En natuurlijk ook de vele mensen die hier op af zijn gekomen uit de regio. En die straks, als de gondelvaart is afgelopen, lekker een Schiedamsborreltje gaan drinken of een frisje glaasje water. Maar er is de hele avond van alles te doen. Ook heel veel live muziek in alle kroegen in de binnenstad. En ook morgen ben je natuurlijk nog welkom. Want ook dan zijn er tal van evenementen en kun je gewoon lekker in Schiedam. En het weer zit ook mee. Kun je lekker gaan wandelen en een lekker stukje Schiedam op gaan snuiven. We zien de eerste kleurrijke lichten voorbij komen hier zo. Het zal de scouting-burgemeester van Haren zijn die zometeen met het Amerikaanse diner als thema hier voorbij zal varen. Fred Fukink, wat versta jij onder een Amerikaans diner? Bij Amerikaans diner zeggen ze meestal dat je zelf wat mee moet nemen en bij iemand anders, toch? En het eerste grote themaschip komt eraan en daar gaat Ronald alles over vertellen. Ik moet even kijken, dat is burgemeester van Haren en dat moet American diner zijn. Ronald, ga je gang, jongen. Dankjewel, mijn lieftallige assistent Fredje Fukink was dat. Die jullie op Rijnmond.nl en SchietTV natuurlijk helemaal bijpraten. Ja, en hij zei het al woorden, Chubby Checker op de achtergrond. Let's Twist Again. Grote hit uit de jaren 60 natuurlijk. En het ziet er imposant uit, dat schip. Laten we een stukje hierin gaan. En eens even kijken wat de mensen daar ook van vinden. Ja, deze man ga ik natuurlijk niet interviewen, want dan heb ik gelijk een arm uit de kom. Kijk, oh, ja, en die denken, die komt naar mij toe. Die gaan gauw wegrennen, hè. Ja, niet alle Schiedammers willen graag in beeld natuurlijk. Ja, of met een zwart balkje voor de hoofd. Zou ook nog kunnen. Laten we eens even kijken. Hier wordt geswingd. Hier wordt getwist. Maar had ik jou net al niet? Ja. Jazeker. Die vriendelijke vriend kan dat dansen ook. En die jonge dame ook. Kijk, dat is, dan hoef ik beter niet in beeld. Je kan beter die twistende dame even in beeld brengen, Matthijs. Dat ziet er goed uit. En in de achtergrond, daar zien we rock'n'roll. Staat er op de kant van het schip aan de voorkant. En we zien ook mensen in rode pakken meeswingen, twisten. Let's twist again. Zullen we even twisten, jongens? Ja. Is dat je moeder? Ja. Dat doe ik het liever met je moeder eigenlijk. Ja, dames en heren. Die gondelvaart. We maken vrienden hier in Schiedam. En ja, wie dit dan? Ik heb hier het hele schema natuurlijk. Als het bootje 13 is, dan is het inderdaad... We moeten daar een beetje heen, geloof ik, Matthijs. Kijk, want ik heb hier het hele schema van in totaal 16 schepen. Het zou wel scouting-burgemeester van Haren kunnen zijn. American's Dinner is hun thema. En als het goed is, moet er dan nummer 13 op staan. Kijk uit, want de cameraman wordt bijna omvergereden. Goedenavond, meneer. Gaat u kijken? Nee. Oh, je hebt ook mooie lichtjes op je kar. Schitterende lichtjes ook. Doet gewoon mee in zijn rolstoel hier op de kade. En voor de rest... Ja. De boot. We wachten op de boot. Hier, Matthijs. Hij is bijna in beeld. De gordelvaart. Hoe heet het nou? Gordelroosvaart? Nee. wat er nu is ontstaan is. Hoe het ontstaan is? Ja. Dat vraag jij mij omdat ik er zo uit zie waarschijnlijk. Jij denkt, die weet de geschiedenis wel. Nou, het is 34 jaar geleden begonnen. Ja. En de afgelopen jaren, vorig jaar hebben ze wel een gondelvaart gehad. Maar daarvoor een paar jaar niet, omdat de kades op instorten stonden. Oh. Ja, maar die hebben ze nu gerepareerd. Dus we staan veilig, hoor. Ja, dat is wel fijn. Dat is wel fijn, hè? Ja. Kun jij het een beetje zien? Want jij bent eigenlijk bijna net zo groot als ik. Ja, alleen, nou, ik kan het redelijk wel zien. Ja. Heb jij vrienden in Schiedam? Ja. We gaan even over naar Nick. Ja, Nick, de boot American Dinner. Scouting burgemeester van Haren ziet er fantastisch uit, hè? Het ziet er heel mooi uit. Ze hebben een soort van jukebox voorop gemaakt. En ze staan allemaal te swingen in hun mooie ouderwetse pakken. Met een licht babyblauw en fel rood. En een mooie van die zwierende jurkjes. Ik heb geen idee hoe die ding heet, joh. Petticoats heet dat. Dat is uit jouw tijd, of niet? Ja, dat is uit mijn tijd. Ja, dat klopt. En die mensen moeten dus vanaf de Ooievaartbrug tot aan Nolette dansen. Die zullen wel versleten zijn dadelijk, hoor. Dat denk ik wel, ja. En wat ik wel heel knap vind, want het is een boot van de scouting, dat ze voor scouts best goed kunnen dansen. Ja, nou, dat is een ding dat zeker is, maar ik denk ook een beetje dat het de leiding is. Want ik zie weinig kinderen van de scouting op de boot. Ja, nee, daar kan ik niet ontkennen. Dat is waar.
En, ja, en dan komt de volgende boot er alweer aan, achter de scouting. En dat is ook weer een lichtboot van WSV Katwijk. Dus, maar je ziet het, ze gaan vrolijk door met dansen, ze blijven dansen. En we hebben nu dus de eerstvolgende boot als een lichtboot van de watersportvereniging Katwijk, die elk jaar hier te gast zijn in Schiedam. En die, ja, die maken er ook een mooi feestje van. En dan gaan we ondertussen kijken wat er na Katwijk komt, Nick. En dat is Ron Meijer Maritiem Band. En dat is een blaaskapel, de Horlepiepers. Dus achter het lichtschip van Katwijk krijgen we een boerenkapel. Heb jij wat met boerenkapellen, Nick? Is nee ook een goed antwoord? Nee is ook een goed antwoord, ja. Nee, niet per se. Ik moet heel eerlijk zeggen, de Horlepiep is toch ook een dans? De Horlepiep is een dans, ja. Zouden ze ook op die boot aan het dansen zijn? Ja, ik denk het. We gaan eens even kijken als dadelijk het lichtschip van de watersportvereniging Katwijk voorbij is. Dan gaan we eens even kijken wat er precies op die boot staat. We gaan daar even een stapje naar voren. En ondertussen gaan we even kijken waar Ronald dadelijk is. Het zijn allemaal mooie fotografen aan boord, boot nummer 12. En die fotograferen gewoon ons. Dus, wij zijn eigenlijk nu ook een soort van attractie. Ja, dat zijn we ook. Maar goed, de lichtboot van de watersportvereniging Katwijk die gaat voorbij. En ja hoor, daar komen ze, de boerenkapel. Maar ik hoor wel moderne nummers die ze spelen. Dus het is gewoon boerenkapel in een modern jasje eigenlijk. Ja precies, ik ga eens even vragen hoe het met Ronald is. Waar is Ronald gebleven? Ah, daar is Ronald. Ja, want er komt alweer wat mooie boot aan. We gaan eens even vragen aan Ronald. Ronald, jongen. Er komt een boot langs en die heet Ron Meijer Maritiem Band. En er staat een blaaskapel op. Wat heb jij met een blaaskapel? Nou, ik heb eigenlijk helemaal niks met een blaaskapel. Ik vind het wel mooi, al dat koperwerk. Maar ik ben niet zo van de blaaskapel. Ik ben meer van de gitaren natuurlijk. Hè. Dat weet jij ook als geen ander. Maar het haalt wel. Dat is altijd leuk met een blaaskapel. Je kunt je er dood aan irriteren. Zoals bij het schaatsen of ook bij het voetbal van de week. Bij de Feyenoordwedstrijd natuurlijk. Ook zo'n blaaskapel op de tribune. Ik word er gek van. Ik had niet velen. Maar ja, ik kan die boot ook niet laten zinken nu natuurlijk. Hè. Ja, je krijgt in ieder geval de blaaskapel hoe je ook wil. En dan krijgen we het volgende thema. Dat is watersportvereniging Heijer Tillen. En die hebben als thema Groningen. Ga jij je gang maar. Groningen? My god. Ja, dan zal die wel heel erg gaan bibberen, die boot. Daar zullen we geen grapjes over maken trouwens. Maar wij horen op de achtergrond inderdaad. Op de achtergrond horen wij natuurlijk hoepapa-muziek, een blaaskapel. We zien ze ook hier voorbij komen. We kunnen eens even. Ja, ik ga toch die lange darm hier zo eens even wat vragen hoor. Hey. Wie weet. Dag meneer. Goedendag. Wie bent u? Jan van Katwijk. En u staat hier natuurlijk gebeiteld, hè? Want u bent 2,10 meter, geloof ik. Ja, 2 meter maar. Goeiedag, de mazzelpik. Geef mij 20 centimeter. Ja, dat doet niet zo makkelijk. Het heeft wel voordeel, want je kan alles zien. Het heeft voordelen, ook nadelen. Wat is nadeel? Nou, je moet je alle keer moet je laten maken. Dat is ook weer waar. Maar u kunt dus het beste zien, ik zie alleen maar ruggen. Ja. Wat ziet u op dit moment daar? Nou, een fanfare op een paar boten. Bent u een Schiedammer? Ik ben Schiedammer. Al heel lang? Ja, van mijn geboorte af. En Brandersfeesten, is dat voor u een leuk feestje? Ik vind dat een gezellig feest, ja. Gaat dadelijk ook het nachtleven in? Nou, dat weet ik nog niet. Nou, ik zie uw baard een beetje krullen hoor. Ik ben gisteravond al even geweest, maar... Hoeveel paracetamol moesten er vanochtend in? Oh, geen één. Dat stroomt door die 2 meter. Ik ga er hoop in. Veel plezier. Plezier, maar ook lange Schiedammers die staan hier gebeiteld natuurlijk, want die zien die schepen. Het geluid wordt hier harder en harder. Ik weet niet of ik nog te horen ben, maar Nederlandstalige muziek geloof ik. Misschien kent u de tekst wel. Nou, even kijken, hier staan ook jonge mensen. Eens even kijken of dat gaat lukken hier. We zitten aan een touwtje. Hallo! Hallo! Waar kijken jullie naar? Kunnen jullie het beschrijven? Want jullie staan op de eerste rij. Wil jij eens beschrijven wat je ziet, kleine meid? Zeg maar, wat is het? Ik zie nu mensen, die mensen staan daar. En een huis zie ik. En mensen, maar de rest weet ik het niet. Oké. Hey, komen jullie uit Schiedam? Ja. Thuis zijn. Kom je wel vaker hier? Heb je dit wel eens eerder gezien? Ja, hier elk jaar. Mooi hè? Ja. Een soort sprookjesland hè? Ja. Hey mama,
Tenminste, ik neem aan dat je de mama bent. Ik ben de oma. Ja, de oma? Ja. Daar staat de mama. Dat is de moeder. Jij mag de pijmer, ze beginnen hier in Schiedam steeds jonger. Jij bent de oma. Ja. Ben je een lekkere jonge oma dan? Ja hoor. Ja, dankjewel. Hoi, dankjewel. Tolle boel hier zo. Ja. Ik ga lekker kijken en meezingen. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Ja, dat heb ik dan weer. Hè. Ik denk dat de moeder is, is het de oma. Meer de leeftijd van Fred Fucking. Die geef ik nu weer even de microfoon. Ja, Ronald, je ziet het, de boot van de watersportvereniging Artillen. We hebben zelfs politieke thema's. Want dit gaat over de NAM in Groningen, over de aardbevingen. Het lijkt wel carnaval in Brabant, daar hebben ze ook altijd politieke thema's. Ja, we zien inderdaad een gebouw met daarop Loppersum. Dat is natuurlijk het epicentrum van de vele aardbevingen van de afgelopen jaren. We zien ook een installatie van de NAM aan boord staan. En een heleboel in oranje werkkleding uitgedoste mannen die naar gas aan het boren zijn. Althans, dat doen ze. En ik zie ook nog een brandblusser hangen. Kortom, deze boot is nog niet van het gas los. Ben jij al een beetje van het gas los, Fred Fucking? Ze hebben wel een andere uitdrukking, maar die zal ik maar niet noemen. Maar ja, ik vind het wel leuk dat er ook zoiets als een politiek thema, wat helemaal niet uit bij ons uit de buurt komt, dat meevaart. Ja, en dan de volgende boot die komt er alweer aan. En dat is van degene die hier alles regelt, Stichting Brandersbeesten. Die laten de verlichte fontein meevaren. Die was er vorig jaar ook bij. En namens de Stichting Brandersbeesten aangeboden aan het Schiedamse publiek, de fontein. Burgemeester Lamers zit hier aan de overkant aan de jurytafel om de schepen te jureren. En heel veel vrijwilligers hier. Ik heb dat vandaag ook gadegeslagen. En allemaal zonder moren zetten ze zich allemaal in voor deze 34e brandersfeesten van Schiedam. En voor een heleboel mensen is dit gewoon echt het hoogtepunt op de zaterdagavond. Het leuke is, het is kort, het is beknopt. Je kunt alles goed zien hier zo op de Lange Haven. En daarna lonkt natuurlijk het uitgaansleven in Schiedam, dat het in de kleine uurtjes zal doorgaan vannacht. En ook morgen vroeg uit de veren is van alles in de stad te doen. Ik zie nu hier zo, achter de pleziervaarten die aan de Lange Haven liggen geparkeerd, het schip voorbij komen. Fred zei het zojuist al, van de Brandersstichting zelf. Met enorme waterstralen de lucht in. Een beetje zo'n waterorgel dat we kennen ook van de Efteling. Met heel veel kleur en heel veel herrie natuurlijk. Wat hoor ik hier? Behoorlijk bombastische muziek. Een beetje spooky. Maar het maakt het wel gezellig hier zo aan de Lange Haven in Schiedam. Waar steeds meer mensen zich gaan verzamelen. Hier, we kunnen even deze meneer misschien iets vragen. Grote vriend. Dag meneer. Tijd te genieten. Ja, zeker. Ben je een Schiedammer? Ja. Ja. Waar kom je vandaan? Uit Turkije. Uit Turkije. Heb je daar ook een gondelvaartje? Nee. Hey, dat kan je bijna niet verstaan. Daar heb je geen gondelvaartje. Nee. Hey, ben je vaker bij de gondelvaart geweest? Nee, dit is de eerste keer. De eerste keer. En uw vrouw? Ja. Ga lekker genieten. Dankjewel. En daar zien we in de verte weer een nieuw schip aankomen. En dat ziet er een beetje als een piratenschip uit. En dat klopt geloof ik wel. Want er was iets, de Pirates of the... Ik heb het op het lijstje staan. 16 schepen. We zitten ongeveer, nou niet op de helft hoor. Maar wij zitten nu bij de rietzeilers, de Pirates of the Branderschat. Branderschat is de carnavalsnaam van Schiedam. Want ook hier wordt carnaval gevierd en de rietzeilers zijn natuurlijk al decennia lang de club die hier altijd het carnaval organiseert. Ik denk dat we ook Prins Carnaval zo meteen gaan zien hier aan boord van dat schip. Misschien met een ooglappie, misschien staat hij wel als een soort Johnny Depp verkleed hier zo aan boord. Om het geluid aanstaat, maar ik ga Ronald even wat vertellen, want dit is de boot van de rietzeilers. En het is, de rietzeilers hebben als thema Pirates of het Branderschat. Rietzeilers is de trots van Schiedam qua carnaval. En hun hebben een hele bijzondere boot, want hun deden elk jaar hun wagen op een ponton laden. En dat hebben ze dit jaar niet gedaan. Ze hebben hem dit jaar helemaal zelf gebouwd, Ronald. Ja, dat is boeiend. Ja, nee, jij hebt niks van carnaval, hè? Nee. Ja, het is wel geweldig. Pirates op het Branderschat. En die komen nu voorbij. De rietzeilers, de trots van Schiedams carnaval. 1 februari organiseren ze weer carnaval in de Grote Kerk.
En dat zal weer een aardig feestje worden. In de verschillende camerabeelden. Vuurwerk op de boot van de Rietzeilers. Zwaardgevechten. Ja, Pirates of the. Pirates of het Brandenschat. Het is gewoon geweldig. Van de Rietzeilers. Helemaal zelf gebouwd. En ja, ze weten wel van Feestendouw ook meervoudig winnaar van de eerste prijs. Maar dat zijn ook de watersportverenigingen. Want het is elk jaar weer een strijd. Wie gaat de eerste prijs winnen? Er is een mooi verhaal over de eerste prijs en over de jury. Daar ga ik even met mijn co-host Nick over praten. Nick, we hebben 4 juryleden vanavond. En jij weet welke, of heb je net niet meegeluisterd? Ik weet er 1. Slecht hè? Ik heb Lisa onthouden. Ja, Lisa Baas van een boot die hier langs de kant legt. De burgemeester. Burgemeester Lamers, oké. Alf van Leeuwen, de oud-brandweercommandant. Ja, die ken ik ook, ja. En er komt de volgende boot dan weer aan en dat is weer een themaboot. En die gaan we even opnoemen. De themaboot die nu aankomt is van watersportvereniging De Schie. En die hebben als thema echt Holland. En dan ga ik... Ik krijg net in mijn oor gefluisterd dat het Anna Rats is van de stokerij, het vierde jurylid. Maar we gaan nu eerst kijken naar watersportvereniging De Schie. Met echt Holland. En dan ga ik even kijken of Ronald daar nog wat over te vertellen heeft. Waar is Ronald? Ah, daar is mijn kleine grote vriend. Ronald, de volgende die aankomt is echt Holland. Nou, daar heb jij wel wat mee. Nou ja, verdwijn jij dan even uit beeld? Goed zo. Fred fucking, steun en toeverlaat vanavond. Maar liever niet in beeld natuurlijk. Hè? Ik ben de tel kwijt. Inmiddels zijn er denk ik een bootje of 7, 8 voorbij gekomen. Ik kan de tel missen. Ik zie wel nu een heel erg... traditioneel Hollands bootje voorbij komen. Ik zie meisjes in klederdracht. Ik zie een molen staan. Ik zie een Nederlandse vlag. En ja, heel veel zwaaiende mensen natuurlijk. Mensen hier aan de kant. Ja hier, ze staan natuurlijk hier zo gewoon lekker te kijken. En voor de rest een beetje koud te leien. Het wordt frisser en frisser. Matthijs, mijn gewaardeerde cameraman, laten we even naar die kant een stukje lopen. Dan gaan we deze man voorbij, die lange man. En ik zit aan een snoertje, zoals jullie zien. Dus dat moet een beetje geïmproviseerd zijn. Ik maak zoveel vrienden hier in Schiedam. Goedenavond. Hallo. Wie bent u? Ik ben Arie. Te genieten van de branders, de gommelvaart natuurlijk, hè? Ja, klopt. Ieder jaar als Schiedammer bij de gommelvaart? Ja, zeker. Woon hier in de buurt? Ja, op lopen. Sta ik voor je huis? Nee, dat nou weer net niet. Had ik zoveel geld had, dan... Ja, de pandjes doen het hier goed. Hey, de Brandersfeesten, wat betekent dat voor jou als Schiedammer? Ik vind dat ze geweldig veel publiek trekken. En publiek trekken is ook weer natuurlijk economisch gezien enorm goed voor Schiedam. Nee, maar wij hebben ook altijd al lang gepleit, jongen. Maak Schiedam bekend. Met een moeilijk Engels woord branding genoemd. Ja. Zet Schiedam nou eens op de kaart. Er is zoveel moois hier in Schiedam. Oude binnenstad. Nou, dat moet ik eerlijk zeggen, dat is geweldig opgeknapt hier in de Lange Haven. Ik vind het een prachtig mooie festijn. Ik ben vanmorgen ook al een paar keer rondgelopen. En dat ik dan zie hoeveel mensen er lekker naar Schiedam komen. Dan denk ik, nou, prima. Ja. Dat moet het zijn. Nou ja, we zijn ook een beetje het Distillers District van Rotterdam geworden. Hè? Zoals met al die cruiseboten komen natuurlijk aan. En vroeger gingen al die mensen met een bus naar Amsterdam. Ja. Maar ja, daar kan geen toerist meer bij en daar wil je nog niet doodgevonden worden natuurlijk. Dus de mensen komen nu naar Schiedam en Delfshaven. Ja, nou, ik vind het prima. En, ik heb ook wel eens een keer gepleit voor het feit dat er natuurlijk de Pelgrims Fathers in Delfshaven. Ik bedoel, maar ook de connectie hier met de Rijke Branders. Die destijds de Founding Fathers in Amerika. Je krijgt het op een presenteerblaadje. Gaat het aan die Amerikanen vertellen. En Schiedam die gaat weer een net omhoog. Let's make Schiedam great again. op zijn Amerikaans. Op zijn Amerikaans. Op zijn Amerikaans. Okay. Hey, ga lekker verder genieten. Ja, want voor je het weet mis je deze heerlijke boot. Wat zien we nu? Een Hollands tafereel, hè?
Ja, ik dacht eerst dat Sinterklaas weer aankwam. Ja, nee, ik dacht het ook, maar nee, het zijn geen zwarte pieten, het zijn gewoon witte meisjes. Veel plezier! Eens even kijken. Oh, wat komt daar aan? Daar komt een boot aan met... familie staat erop en mensen hebben allemaal een soort banner, een soort demonstratie hier op het water, lijkt het wel. Fred, mijn lieftallige assistent, die kan alles vertellen over deze boot. Niet waar, Fred, wil je een beeld of niet? Ik denk dat de meeste Schiedammers wel breed beeld hebben, dus het zou kunnen. Nee, liever niet. Beter voor jullie ook trouwens. Nou, Matthijs, die kan ondertussen gewoon doorfilmen, want het is een stedelijk museum, Ronald, een stedelijk museum. Die langskomt en die vragen aandacht voor een nieuwe tentoonstelling. Dus het Stedelijk Museum van Schiedam komt nu langs en die vragen aandacht voor een nieuwe voorstelling of een nieuwe tentoonstelling eigenlijk in het museum. Dus dat is de boot. Jij dacht dat het een demonstratie was, maar dat is het zeker niet. Het is het Stedelijk Museum en die vragen aandacht voor een nieuwe tentoonstelling. En dan ga ik je gelijk ook helpen met de volgende boot. En dat is wel een leuke boot die jij kan doen, want daar heb jij wel wat mee, Formule 1. Nou, dat is de volgende themaboot. Dus praat het even voor met toeschouwers. En ik zou kijken, de Formule 1 komt eraan. En de Formule 1 is van WS Watersportvereniging de Nieuwe Haven. Ja, ik zie dat jij ook een afvaardiging hebt op deze boot. Want ik zie iemand met een bord omhoog staan, verre nicht. Ja, Fred. Ja, het is goed met je. Ja, het is goed met je. Het Stedelijk Museum gaat dus binnenkort een tentoonstelling doen. Iets met het thema familie. Vanaf 13 oktober zie ik staan. Ik zie Zoom. Zus, broer, aanhang, tante. En hier zien we, wie ben jij? Joey. Joey, en je hebt je broertje bij je, denk ik, hè? Wie ben jij? Willem. Wat vinden jullie van de gondelvaart tot nu toe? Leuk. Ja? Wil je ooit meedoen? Ja. Zou je dat leuk vinden? Ja. Je woont in Schiedam, maar. Ja. Goed. Heb je vandaag al wat leuks gedaan op de Brandersfeesten? Kermis geweest? Ja. Waar heb je allemaal ingezeten, het kermis? Ik ben in de... Ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Ging het heel snel? Kijk, laat maar eens even kijken of je... Nou, hij is niet echt groen, geloof ik. Beetje geel wel. Ben je misselijk geworden? Nee. Nee, dat niet. Ik weet wel hoe die attractie heet. Het is een oranje waterattractie. Een waterattractie? Ja, waar je nat wordt met zo'n... sproeiers. Oh, lekker is dat. Die naar beneden vallen. Met je brilletje nat? Dat niet, maar mijn t-shirt wel. Je t-shirt wel. Hoor nou eens. Formule 1, ik hoor Formule 1 geluiden. Max Verstappen natuurlijk heeft de Formule 1 in Nederland heel populair gemaakt. Ben jij een Formule 1 fan? Ja. Echt waar? Ga je morgen naar Max kijken? Ja. De grote prijs van Rusland? Ja. Nou, en er komen nu allemaal dadelijk Formule 1 attributen voorbij met heel veel geluid. Ik hou ervan. Ik hou ervan. Morgen dus de Formule 1. En eigenlijk nu al een beetje op het water natuurlijk. Ik neem aan dat ze dus ook nat weerbanden aan hebben. Hè? Want het is nogal nattig hier zo. Het is een thematische boot. We horen allerlei geluiden op de achtergrond. En ik kan even kijken op het schema waar wij zitten in de route. De Formule 1 is dus eigenlijk van watersportvereniging De Nieuwe Haven. Hier een Schiedamse watersportvereniging die als thema de Formule 1 heeft uitgekozen. We zien aan de overkant bij de Havenkerk, die trouwens, ik wil niet zeggen hij staat te koop, maar daar gaat over een tijdje wel iets anders gebeuren dan nu. Hij staat leeg. Ik ben van de week in de gemeenteraad geweest. Ze hebben snode plannen hier zo met de Havenkerk. Daar zit ook de jury met Cor Lamers, de burgemeester van Schiedam natuurlijk. En die gaat het allemaal beoordelen. Die gaat dadelijk jureren en ja, ik weet niet welke boot gaat winnen. We zullen daar ongetwijfeld kont van doen. Ja, in de verte ze varen. Ik denk dat Max iets sneller zou varen hier zo. Het is wachten op een stapvoetsvarende boot met als thema de Formule 1. Zelfs een pitstop gaat sneller bij de Formule 1. Thank you.
Ja, en dan dames en heren, terwijl u kunt genieten van al het moois wat langsvaart. Want ja, Nick, het staat rijen en rijen dikke. Het lijkt wel de intocht van Sinterklaas, joh. Zo dik staat het, zo druk is het. Nou, ik zou je vertellen, in 2009 hadden we de landelijke intocht hier ook. En toen was het druk, maar dat haalt het niet bij de Brandersfeest, hoor. Is dat zo? Ja, ik was er zelf toen niet bij. Ik was er wel bij. Ja, ik vind het ook wel heel gaaf om te zien, want er komt nu een soort van Formule 1 boot voorbij. Met allemaal pitsdames die dansjes maken over, het is een soort van de straat, hè, de pitstraat. Ja, het is watersportvereniging De Nieuwe Haven en je weet, watersportverenigingen, hele felle strijd om die eerste prijs. En ze gaan natuurlijk nu dubbel hun best doen, want aan de overkant op de VIP-tribune staat burgemeester Lames. Ik denk ook Ad Verleven, dus ja, ze gaan natuurlijk nu dubbel hun best doen om te laten zien dat hun misschien wel de beste zijn. Maar kijk nou Fred, er staat gewoon een Formule 1 auto op die boot. Ja, en dat is niet zo over. Ze gaan ook nog wielen wisselen. De banden wisselen. Jemig. Ongelooflijk man. Het is een pitstop van Verstappen. Met rook erbij, de auto beweegt. Nou ja, als je het mij vraagt, ik vind dit wel een hele gave boot. Ja, ik moet zeggen, de watersportverenigingen hebben wel enorm hun best gedaan om het dit jaar... Om er dit jaar wat van te maken. En het maakt ook een gigantische herrie, die Formule 1 wagen. En ze staan nu even te zwaaien naar het publiek natuurlijk. En dan gaan ze dag weer banden verwisselen natuurlijk. En watersportvereniging De Nieuwe Haven. Ik vind het geweldig wat ze dit jaar weer voor elkaar hebben. Maar goed, dat zijn alle watersportverenigingen. Hup, en dan gaat hij weer. Weer een rondje 1.34.2, Nick. Ja, wat ik erg mooi vind om te zien is dat ze ook alle logo's hebben verschiedamd. Dus alle logo's op de Formule 1 auto, waar normaal Red Bull en zo staat, daar staat nu Nieuwe Haven. Ik vind het wel heel gave details. En het logo van Schiedam zit er ook in? Er staan nu wat mensen voor, maar ja, het is wel erg goed uitgedacht en erg... Dit zijn, als ik in de jury zou zitten, zouden ze punten krijgen van mij. Ja, nee, dat is wel duidelijk. Ja, en dan gaan we ondertussen dadelijk weer kijken naar de volgende boot. Hè. Terwijl het volgende schip dat dadelijk eraan komt is een lichtschip. Wederom weer een zeg maar, soort... Een soort buffer tussen de grote kanonnen in. En terwijl de Formule 1 van de watersportvereniging langzaam voorbij trekt aan de VIP-tribune. En de VIP-tribune ook erg onder de indruk is. Ik zie de heer Lamers kijken van nou, dat ziet er goed uit. Krijgen we nu weer een lichtschip. En dan na dat lichtschip, dan moet ik even kijken. Oh, dat is een soort sponsorboot. Daar staan als het goed is koeien op. En dat is van de Pannenkoe, een nieuwe zaak in Schiedam. En die varen dit jaar mee. Ja, dat mag ik genoemd worden. De Pannenkoe komt nu zo dadelijk in beeld. En dan gaat Ronald over koeien, gaat hij wat meer vertellen. Ja, nou ben ik ineens de koeienspecialist. Ik kan zeggen van de Pit Crew naar de Pannenkoe zometeen. Het leuke is trouwens, jullie hadden het over de pitdames. Ja, dat zijn natuurlijk pitspoezen. Ze mogen in het echte Formule 1 niet meer op de grid verschijnen. Ik vind ze hier vanavond wel een beetje te veel gekleed. Ja, ik durfde de term pitspoes niet in de mond te noemen, dus daarvoor noemde ik pitsdames. Ik durf dat wel, maar ja, ze hebben ketelpakken aan, dat moet toch heel anders? Ja, maar dat hoort toch ook wel een beetje bij Schiedam, ketelpakken. Ketel is een beetje aangegroeid. Ketel 1 pakken. Precies. Wat bedoel ik, heel goed van jou. Heel goed over nagedacht. Heel goed over nagedacht. Nou, we horen de Formule 1 geluiden. Dat zijn dan wel de oude geluiden, want tegenwoordig met de hybride maken ze niet zoveel herrie meer. En ook de politie houdt natuurlijk een oogje in het zeil hier zo op de Lange Haven. Laten we eens even kijken bij een aantal toeschouwers hier. Hallo, mag ik jou wat vragen? Ja hoor. Met je vrienden lekker de Brandersnacht? Ja, klopt. Ja. Komen jullie nou speciaal voor de gondelvaart of ga je gewoon lekker een leuk avondje stappen? Ik kom speciaal voor de gondelvaart en dan kijk ik waar de avond me brengt. Ja, waar denk je vanavond te belanden? Weer in bed, thuis. Snap ik, maar daarvoor? Nergens specifieks. Nee, gewoon even wat drinken, even kijken of er een leuk bandje staat en dan je muziek luisteren en dan naar huis. Dan naar huis. Alleen naar huis? Ja, alleen naar huis. Ja. Er kan van alles gebeuren in Schiedam. Nee, alleen naar geen huis. Geen snode plannen? Nee, het plan is alleen naar huis. Ja. Goed zo, hey, ik wens je een fijne dankjewel, avond. Hetzelfde, hè? Mazzel. Ja, als je hier op de Brandersfeesten s'avonds, want ik heb vanmiddag al een heleboel mensen aan een potje bier zien zitten. Als je vrijgezel bent, hop, Schiedam in. En hij ligt vanavond alleen in bed. Ik ook trouwens, maar dat maakt niet uit. Het is gezellig hier zo aan de Lange Haven. En ook Matthijs, mijn cameraman, staat zijn ogen uit te kijken. Moesten net erg lachen om de Formule 1 boot. En nu schijnt er dus een boot met koeien aan te komen. Het leuke is dat
op de grens van Schiedam en Rotterdam. Bij de grensflat daar zo, bij de Merwedehaven. Daar zijn ze momenteel een soort ponton aan het bouwen. En daar gaan ze ook koeien op plaatsen binnenkort. Dus we krijgen ook in het grensgebied van Schiedam en Rotterdam een drijvend weiland met echte koeien erop. Dit is eigenlijk een soort voorproefje. De pannenkoe in het gebouw waar vroeger de VVV van Schiedam zat. Volgens mij is het een teller van de patatfamilie Ladage. Die hebben het tokootje op de koemarkt overgedaan. Daar is een nieuwe Ladage neergezet voor de patat. En zij zijn in het VVV-gebouw een pannenkoe, oftewel een pannenkoekenhuis, begonnen. Ik zie één koe en nog een paar opgezette koeien. Maar goed, wij hebben ons eigen stier natuurlijk hier zo. Fred Fucking, die zometeen jullie weer gaat bijpraten over de volgende boten hier zo. Het is bijna allemaal voorbij al trouwens. Kijk eens deze meneer. Ah, vriend. Hoe is het met je? Slecht. Is het slecht met je? Dan wil ik alles van weten. Nee, hebben jullie het naar je zin? Nee, maar ik moet wel bij de... Heb je een lekker borreltje op? Nee, gelukkig. Nee, nog niet. Hey. Nou, hey, gefeliciteerd hè, oude Schiedammert. Leuke mensen, je ziet het hè. Je maakt vrienden hier zo. Dus kom een keer naar Schiedam. Dan staat er ook eentje eenzaam te wezen. Gaan we even verhelpen. Goedenavond. Goedenavond. Wat staat u hier te doen, Lange Darm? Ik sta te kijken, zoals menigeen hè. Heb je al wat leuks voorbij zien komen? Ja, die mag, nou, ik ben net aankomen lopen, maar die Max Verstappenboot vond ik wel aardig, ja. Dat is grappig, hè? Dat is, dat speelt heel erg in op de populariteit van hem nu, hè? Ja, natuurlijk, ja. Dit is de pannenkoek hier in Schiedam. Oh, pannenkoek? Nee, pannenkoek. Ah. Zo heet dat restaurant, het pannenkoekenrestaurant. Okay, ja. Ben je in Schiedam? Ik woon in Schiedam, ja. Ja. Heb je daar wel eens gegeten? Dat zit in het VVV-gebouwtje. Nee, daar ben ik nog nooit gegeten, nee. Ik ken het wel. Ja, het is wel leuk, denk ik, voor mensen. Ja, en met kinderen of zo? Met kinderen, je staat helemaal alleen? Ja, mijn vriendin die werkt in de horeca. Die is aan het werk nu? Die is aan het werk, ja. Dat was een hele lange nacht. Ja, dat was gisteren al lang, maar nu doe ik het iets anders. Welke kroeg in Schiedam kunnen we haar zien? Een Spaans restaurant, café La Foyonera op de Hoogstraat. Is het ook Spaans? Nee, dat niet, nee. Nee. Maar het staat daar te tappen. Dus jij staat een beetje hier Ik ga zo een beetje naartoe. Ik zou bijna een straatkrant aan je vragen, joh. Ja, is dat zo? Zo erg is het, man in de baard, haar een beetje in de baard. Ja, misschien val ik wel neer zo. Nee, niet doen, joh. Niet doen. Er is van alles aan Rode Kruis over neervallen gesproken. Ja. De man die uit de dood is herrezen vanavond. Jazeker. In 3D, Fred Fucking. Ja, Ronald, en we zijn al bijna aan het einde van de tocht. Ja, we zijn al aan de ene laatste boot en dat is van watersportclub. Ja, dat klopt. Maar watersportvereniging De Nieuwe Waterweg, dat is de lichtschip wat nu aankomt. En daarna komt hun themaboot. En hun, dat noemen we een lichtschip. Ja, dat is een schip met licht en die tussen de kanonnen invaren. Maar de laatste boot die er nu aankomt, Ronald, dat heeft als thema de hoogste tijd. Ja, de hoogste tijd. Dat zegt eigenlijk iets over van, ja, de hoogste tijd. Het is afgelopen, het is bijna klaar. En daarom varen hun ook als laatste. Ja, precies. Ja, jij bent een radioman, hè? Maar goed, ja, ik zie de Big Ben aankomen. Wat vind je van tot nu toe van alle boten, Ronald? Nou, ik heb vooral met mijn beperkte lengte heel veel ruggen gezien, Fred. Maar de boten die ik heb gezien, ja, erg mooi. Gewoon gezellig, weet je wel. De sfeer is goed en daar gaat het ook met name om. Het heeft iets magisch, iets sprookjesachtig bijna. Het heeft iets... Ja, iets romantisch. Ja, nou komt de watersportvereniging Waterweg komt eraan met de hoogste tijd. We zien ook een toren, de Big Ben lijkt het wel. Vanmiddag was hij nog helemaal ingepakt. Het is de Big Ben, want er staan twee torenwachters op, zoals ze in Engeland genoemd worden. En het ziet er nu al mooi uit en hij is nog niet eens dichtbij. Nee, Fred, maar ze hadden hem eigenlijk ingepakt moeten laten. Want de echte Big Ben in Londen, die is ingepakt. Hè, want die wordt de komende jaren gerenoveerd. Is dat zo? Is dat zo? Ja, dat is zo. Dus eigenlijk leek die ingepakte Big Ben vanmiddag die je naar de startpositie voer, die leek meer op de Big Ben van nu dan deze. Deze ziet er trouwens wel schitterend uit. Weet je hoe laat het is? Ja, de hoogste tijd. Nee, even kijken op die klok. Wat is het? 10:50? Hij staat op 10:50, maar het is pas even voor 10. Ja, en we zien ook wat uitgedoste mensen in de vorm van een klok dansen aan boord van dit schip. En daarna zie ik nog een heel klein bootje, Dave van der Brandweer, hè? Dat is een beetje... Ja, dat is een soort bezemboot. De bezemboot, daar gaan de drenkelingen in en alle collateral damage die we vanavond hebben opgepikt. En de mensen gaan dadelijk natuurlijk gewoon weer lekker de bruggen gaan dicht. Dus mensen kunnen weer van deze kant van de Lange Haven naar de andere kant. Sterker nog, ik heb niet zulke best over, maar ik zie dat Appelmarktbrug al dicht is. Dus dat betekent dat het echt de laatste boot is, watersportvereniging Waterweg. En we
Maar hij ziet er wel heel erg mooi uit hoor. We zien ook hier aan de voet van de Big Ben twee van die originele Beef Eaters staan. Hè? Van die wachters. Prachtige rode pakken, jassen met een soort staf ervoor. Ja, en als je hoort nu inderdaad hoor je de muziek, de hoogste tijd, het thema van de watersportvereniging van André van Duin, André Hazes. Voor mij is dit André van Duin. Het is een van de grootste volkszangers van Nederland, André Hazes. En dat nummer, hoe toepasselijk is het om dit als laatste boot te laten varen? Is dit André Hazes? Fred? Ja, André Hazes. Ja, nou dan gaan we zo afsluiten. Ronald, conclusie van deze vondelvaart? Nou, die vondelvaart is natuurlijk weer leuk dat hij terug is. De kaders aan de Lange Haven zijn mooi opgeknapt. Dus het ziet er werkelijk perfect uit. Hè? Mensen gaan nog steeds vaker als toerist naar Amsterdam. Maar Schiedam is zoveel dichterbij en zoveel mooier, rustiger. En wat ik nog meer is opgevallen is de goede sfeer onder de mensen. Mensen zijn een avondje uit, zijn lekker warm aangekleed. Sommigen gaan nu met kinderen weer naar huis, anderen gaan de kroegen in. En wat ik ook heel erg leuk vind is, Fred, met jou samen te werken. Het is de eerste co-productie tussen RTV Rijnmond en Schie.nl, Schie.tv, Schie.nu, schietmijmalek.nl. Kortom, dat smaakt naar meer. Dit was vanaf de Langhaven de gondelvaart namens de Brandersfeesten, de 34e Brandersfeesten, de 31e gondelvaart. Dames en heren, dit was Schiedam, dit was de Langhaven. Dank u wel, we hebben het met z'n allen van Schiet TV graag gedaan.